Ik denk dat het redelijk uniek is dat we eigenlijk een regulier onderwijsprogramma draaien. En daarin hebben we een voetbalacademie verwerkt. Als je iets minder van school houdt en meer van voetbal, kan je dat samen combineren. We zijn vorig jaar begonnen, 93 leden. Ja, daarmee is het een heel groot succes geworden. Sporten vind ik echt alles voor mij. En slapen, maar ja, dat hoort ook wel een beetje bij sporten, zeg maar. Dus ja, ik vind het echt heel tof dat ze dat hier doen. Je techniek leer je, je traptechniek en ook hoe je gewoon trucjes doet. Zidane, huppata! Bijvoorbeeld de schaar, die leer je hier veel beter dan bij eigen club. Dus dat je echt niet dit doet zo, een ballerina, maar dat je hem echt zegt, hup, ik dreig en ik doe daar. Als ze het goed doen op school, kunnen ze gewoon twee momenten, twee blokuren per week komen voetballen. Je wordt ook heel erg gemotiveerd om te voetballen, want als je een goed cijfer staat, mag je ook voetballen. Je kan gewoon eigenlijk je eigen talent verbeteren hier, buiten school, zeg maar. Kijk, waar moet je heen? Ja. Dus als je rechtsaf gaat, gebruik je je rechterbeen. De combinatie van opvoeden, van samenwerken, mentaal weerbaarder worden, om ze gemotiveerder te krijgen op school. En alles wat ze dan op het voetbalveld leren, is in principe allemaal meegenomen.